Het ministerie van LVV heeft vanmorgen twee projecten gelaunched en een workshop geopend. Het ministerie heeft samen met de Food and Agriculture Organization, FAO, en de Caribbean Development Bank de twee projectvoorstellen voorbereid. De projectvoorstellen zijn bedoeld om de industrie voor wortel- en knolgewassen, waaronder cassave, verder te ontwikkelen. Dat zal geschieden middels landbouwonderzoek, training en begeleiding. LVV-minister Suresh Algu zegt dat samenwerken noodzakelijk is, vooral als Suriname van plan is om cassave te exporteren. Wat we ook hebben gevraagd van laat FAO ons helpen vanaf markt, mogelijke plaatsen waar we kunnen exporteren, van welk standaard, wat ze willen. En dat gaan we produceren. Het is niet dat we produceren en dat je loco pw kan serra sandati. Dat werkt niet meer in de wereld. Je moet kijken van wat wil men en dat ga ik produceren. En vandaar dat dit heel belangrijk is. Met de expertise van FAO gaan we dan dit verder uitwerken. De minister zegt verder dat dit project ook is bedoeld om de cassavefabriek die een tijd terug was geopend weer op rails te krijgen. Dat zal de cassaveproductie bevorderen. Wat we nu willen, de fabriek staat er, maar wij zeggen van laten we op een andere manier doen. Investeer in je mensen, in je landbouwers, in je producenten. Tegelijkertijd linken dat met je markt, afzetmarkt. En waarom zeggen van link je producenten daarmee? Investeer in je producenten in de zin van in kennis. Want wat wij willen is hoge productie per oppervlakte eenheid. Tweede, beste kwaliteit. En derde, hierdoor haal je dan een hogere rendement uit je fabriek. En ik heb gezegd, het fabriek gaat wel draaien. Let wel, de cassavefabriek gaat wel draaien. Ik wil productie niet linken met partijpolitiek. Ik praat over productiepolitiek. En voor mij belangrijk is dat het staat daar en we moeten dat goed gebruiken. En we moeten de fabriek zodanig regelen dat het weer meel gaat produceren waarvoor het is opgezet en daarnaast ook die andere producten die ook daar geproduceerd kunnen worden. Dus we gaan dit land linken uiteindelijk dan uiteindelijk deels met de verwerking. Dat is de bedoeling. Dat je echt gestructureerd alles uitvoert. Tot zover LVV-minister Suresh Algu. Hij sprak vanmorgen na de launch van twee projecten die het ministerie van LVV samen met de FAO en de Caribbean Development Bank heeft voorbereid. Na de launch werd de workshop geopend waarbij gediscussieerd is over een werkplan ter ontwikkeling van de cassave-industrie. De launch en de workshop vonden plaats op het ministerie van LVV.